Fuck. Kutvraag. Favoriete game is Final Fantasy 7, maar ja, die hoef je niet meer te kopen. Maar Final Fantasy serie, en ik zou het niet meer kopen als, als ze geen open werelden meer hebben met vliegtuigje. Ik wil open wereld en rondvliegen. Met een muziekje. Vind ik leuk. Oké. Dat zou toch wel zijn als Justin Bieber de hoofdpersoon zou worden van GTA 6. Dan instant niet buy. En sowieso, die game die zou dan echt een game statistics hebben waarin je de hoogste suicide rate ooit hebt. Ik ga in deze vraag voor The Elder Scrolls 3, Morrowind. En dat is een hele grote RPG. En ik ga die nooit meer kopen. Of in ieder geval nooit meer zo'n Elder Scroll game. Als ze de hele open wereld weghalen en er gewoon een standaard actie-RPG, hoekjes, grotjes doorheen loop, Diablo kloontje van maken. Tomb Raider. Waar ik Tomb Raider niet meer door zou kopen is als Lara Croft vervangen wordt door een of andere vieze gast, weet je wel. Zo'n Uncharted gozer of zo. Dan heeft het al helemaal geen zin om te spelen. Dus dan zou ik hem gewoon niet laten liggen, denk ik. Ik vind Forza heel leuk om te spelen en ik heb, ik speel altijd Gran Turismo Forza. En ik zou het niet spelen als het een beetje Mario Kart-achtig wordt. Dus dat je over een ding heen rijdt, je krijgt best een raket die je moet gaan schieten. Dat zou niet werken voor mij. Mijn favoriete gameserie is Prince of Persia. En ik vind het heel erg kut als ik niet meer dood kan gaan. Want op een gegeven moment kwam Prince of Persia uit en dan kon je niet meer dood gaan. En een game wil uitdaging. Dus als ik niet meer kan sterven, dan houdt mijn hele leven op. Dus dan zou ik het niet meer kopen. Ik ben wel fan van de Mass Effect franchise. En ik denk dat als het alleen maar om het hoofdkarakter gaat en eigenlijk helemaal niet meer om de medekarakters, dat het dan echt helemaal niks wordt. Wat is mijn favoriete game en door welke toevoeging zou ik het nooit meer kopen? Ik denk, mijn favoriete gameserie is de Witcher-serie. En ik zou hem eigenlijk nooit kopen als een Geralt eruit zou lopen. Want hij maakt gewoon de serie. Hoe keek ik bij de teaser van Uncharted 4? Dat is een hele goeie, want ik zat in die zaal bij de E3, bij die Sony persconferentie. En het was helemaal aan het einde. En daar zaten we een uur op te wachten, dus iedereen was een beetje weggedompeld zo. En toen sprong in één keer iedereen weer op van, yes, daar is hij eindelijk. Dus zoiets, denk ik. Voornamelijk heel slaperig, want ik ben toen de hele nacht opgebleven en het was vrij laat. En daarvoor hadden we het marketingshalf uurtje van Sony gehad. Ik zat eigenlijk meer gewoon zo en yes, we zien weer wat. En ja, ik vond het ook niet heel interessant om mee te zijn. Sorry, arresteer me maar. Hoe keek ik bij de teaser van Uncharted 4? Waarschijnlijk niet, want ik keek waarschijnlijk naar porno en dan keek ik gewoon waarschijnlijk daar zo naar. De teaser van Uncharted 4, ja, dat was om 6 uur 's morgens of zo, toen na 5 uur lang bullshit. Dus ik weet niet even of ik mijn ogen wel open had nog, dus waarschijnlijk een beetje zo. Ik viel bijna in slaap, dat weet ik nog wel. Het was inderdaad het einde van de show, dus ik had zoiets van, komt hij nou? En toen had ik wel eindelijk zoiets toen hij eindelijk kwam van, yes, daar is hij dan. Heerlijk. Ik heb zin in. Niet, want ik heb hem niet gekeken. Oh, wat erg. Wat, jou ook niet? De teaser van Uncharted 4. Ik zat toen zelf in de zaal bij de persconferentie. Het duurde al aardig lang, dus ik zat eigenlijk een beetje zo voorovergebogen. Maar eigenlijk toen dat moment eraan kwam, was het een beetje... Hey, hallo. Dat is nog wel iets leuks. Maar ik vind Uncharted wel, dat zijn van mijn lievelingsseries. Om half vijf staan. Maar hoe ik zou kijken, waarschijnlijk met... Als ik naar Uncharted teaser kijk, dan kijk ik met allemaal kwijlen uit mijn mond, omdat die Nathan Drake best wel knap is. Heb ik wel eens op school gegamed en in welke les was dat? Ik heb heel veel op school gegamed. Te veel op school gegamed. Sterker nog, heel mijn opleiding heb ik eigenlijk op school gegamed. Dat was eigenlijk alleen maar Counter-Strike in hele oninteressante lessen waarvan ik niet eens meer weet waarvan het was, omdat ik dus niet heb opgelet. Ja. Yeah. Tijdens de les niet echt. Dat was nog een beetje voor het smartphone tijdperk. Ik ben al zo oud ondertussen, dat zie je ook wel natuurlijk een beetje. Iedereen deed de hele tijd Snake op die telefoontjes, zeg maar, op die Nokia's. En dat zat iedereen constant te doen om highscores te breken en zo. Dus daar heb ik een tijdje aan meegedaan. De schoolgame voor mij, welke game ik het meest heb gedaan op school, was toch voor mij echt wel Tamagotchi. Is dat een game? Tamagotchi is een game, hè? Zit wel awesome. Blip, blip, poep! Weet je wel? Ah! Moet het opruimen. Heb ik wel eens op school gegamed? Welke game en in welke les? Voornamelijk dat is zo'n flash game helikoptertje, wat je altijd vroeger kon spelen, wat tegenwoordig Flappy Bird allemaal is. En dat kon wel lekker spelen bij de ICT-lessen, lessen die altijd op de computer waren. Kon je wel lekker door blijven gamen.
Heb ik wel eens op school gegamed in de les? Ja. En dat was Medal of Honor, de eerste Medal of Honor. En dat was tijdens de ICT-les. En dat deden we gewoon met de hele klas op een LAN-verbinding. En de leraar deed zelfs mee. Dus dat was grappig. En soms deden we gewoon de hele les niet. Dan gingen we alleen maar gamen. En dat was leuk. En soms deden we het tijdens de les. Terwijl de leraar niet opletten. Ik speelde wel eens, dat was Line Rider, heette dat. Dus dan moest je lijntjes tekenen en dat was eigenlijk altijd alleen maar tijdens informatica of thuis met tussenuren. Nou, ik speelde op het schoolplein, dus altijd Mortal Kombat. Want toen was ik echt vet jong en dat mocht ik niet spelen, maar ik wilde het altijd spelen. Want had je die raiden met zo'n pet op en dan was het voor achter. En dat was ik helemaal in mijn element. Tijdens school heb ik eigenlijk nooit zo heel veel gegamed. Ik ben nog wel op de basisschool, dan had je computertijd en zo, dan kon je daar zitten. En dan had je een of andere type game. En dat was de enige game die je daar kon spelen. En dan kon je met haai of zo kon je verslaan met letters in te typen. Ja. Leuk dat je weer keek. Vond je de video leuk? Klik dan op het blauwe duimpje. Abonneer ook meteen. Geef in de reacties zelf antwoord op de stellingen. En klik op de video voor de derde aflevering. Kijk je op je telefoon of op je tablet? Tik dan op de link in de beschrijving.